Ik ben op 5 juni 1922 geboren in Rotterdam, maar mijn herinneringen beginnen wanneer ik 2 jaar oud ben en mijn zusje Riet is geboren, met beelden van de hoge wieg met het witte gordijntje. Maar vanaf mijn 5e jaar beginnen de herinneringen echt concreet te worden. Een lange, narratieve stroom aan beelden en gebeurtenissen, uitgebreid en samenhangend. Met die vrouw van mij ben ik 65 jaar bezig geweest, al heel snel getrouwd met elkaar. En dat heeft dus heel lang geduurd. De laatste 3 jaar daarvan ben ik haar mantelzorger geweest. Ze was gevallen en kon zelf niks meer. Haar bekken was kapot, dus lopen en staan ging niet meer. Het was bedlegerigheid. En ik heb haar verzorgd 3 jaar. Dat was op dat ogenblik mijn werk en mijn taak, dat was duidelijk. Toen zij overleden was, toen is blijkbaar het idee opgekomen van je moet wat doen, want anders dan, je gaat gewoon plat. Je hebt een duidelijke taak gehad 3 jaar en ze is weggevallen. En ja, wat nou? Dan dreigt inderdaad de grote leegte. En toen ben ik blijkbaar begonnen met mijn leven op te schrijven. En daar is ook het een en ander in gebeurd. En of ik dat ooit nog ga publiceren, daar hou ik me eigenlijk helemaal niet mee bezig. Misschien zijn mijn kinderen erin geïnteresseerd. Dus laat ik het dan maar op gaan schrijven. En dan heb ik tenminste wat te doen, dan heb ik binnenwerk. Ik ben niet degene die daarover begonnen is. Het is Janneke geweest. Janneke is mijn hulp. Die ik ingeroepen heb toen mijn vorige hulp vertrokken was. Ik ben met haar in zee gegaan. En ja, dat is belangrijk geworden. En Janneke die luisterde dus graag naar mijn verhalen en die leest ook. Dus die heeft gewend om een boek te beoordelen en ze luisterde naar mijn verhalen alsof het een boek was. En bij haar is dat idee bovengekomen van daar moeten we wat mee. Als ik er een beetje in zat en ik zat in een verhaal, dan ging ik wel door. En dan werd het 2:30 voordat ik naar bed ging. Dat kwam dus ook voor. En dan kwam ik een beetje bij van die verzorgingstaak die me heel erg in beslag had genomen. Want ik wilde het goed doen. En dan ben je eigenlijk wel een beetje moe en uitgeput van wat je aan het doen bent geweest. En dan is opschrijven wat er opwelt, letterlijk opwelt. Een wel is een bron, hè? Dat is wat naar boven komt. Dat is dan eigenlijk ontspanning. Jullie rekenen op een inspanning. Die man die heeft een grote inspanning verricht. Maar voor een aardig gedeelte is het ontspanning geweest. Dat boek is eruit komen rollen. Ik was pas leraar. En ik stond te praten in het voorjaar van 1947 geweest zijn. We stonden voordat de schoolbel ging, stond ik met een stelletje leerlingen te praten op een bordes voor de school. En er komt ineens een jongen aanlopen, een puber. En die dringt zich door die anderen heen en gaat recht voor me staan. En zegt: meneer Hitschemuller, heeft het leven zin? En ik had geen antwoord klaar zo gauw. En ik zag die leerlingen naar me kijken, wat gaat hij nou doen en zeggen? En toen heb ik mijn mond open gedaan en toen kwam er ineens naar buiten van nee, het leven heeft geen zin, alleen je moet zorgen dat het zin krijgt. En toen ging de bel. En die vraag en dat antwoord die zijn we bijgebleven, blijkbaar betekent dat iets voor deze jongen. En dat is die gedachte, ik kom niet met een zin in het leven, ik kom niet met een opdracht in het leven. Er is geen God of een reïncarnatie die mij opdraagt om op een bepaalde manier de dingen te gaan doen. Maar het leven doet zich wel voor met alle toeval die erin zit. En pak dat dan beet en doe daar wat mee. Het leven wordt bepaald door toevalligheden, keuzes en de consequenties daarvan. En daar kun je het in één zinnetje inderdaad in samenvatten. Het is me toch gelukt om daar iets over te zeggen. Jullie vragen mij, komt er nog een boek? En dan moet het antwoord zijn, dat weet ik niet. Dat hangt af van een aantal keuzes en toevalligheden. En ik loop wel met een paar ideeën rond, dus het zou best kunnen zijn dat ik erin slaag om nog voordat ik dood ga, daar wat over opgeschreven te hebben. Zo dat jullie daar een boek van kunnen maken. En als dat aan al die voorwaarden voldaan is, ja, dan komt er een boek.